Determinant. Hier hebben we een determinant in R3, de derde dimensie. Ik zie namelijk hier 1, 2, 3 kolomvectoren. En elke vector heeft x, y, z. Nou, als ik hier de determinant van wil bepalen, gaat het eigenlijk als volgt. Ik begin met deze 1. En dan moet ik even een plus-min schema erbij maken. Plus, min, plus. Gaat als volgt. Die plus 1, plus 1, die doe ik keer. Nou, die 1 die staat eigenlijk op de eerste rij, eerste kolom. Dus dan moet ik eigenlijk deze determinant bepalen. Dus die zet ik hier 1, 1, 2, 1. Dat is de eerste. Dan ga ik naar de volgende. Ik heb hier min 3. Keer. Nou, die 3 die staat eigenlijk op de eerste rij, eerste kolom. Dus dan moet ik eigenlijk hebben 0, 5. En 1, 1. Zie je? Dus ik neem eigenlijk die min 3. Die middelste rij neem ik niet mee. En die eerste kolom sowieso niet. Dan heb ik weer plus 1. Ander kleurtje. En dan, nou, ik wil wel eens een ander kleurtje hebben dan groen. Maar je hebt wel gehad, geel. Zo. Nou, die 1 die staat op de onderste rij. Dus dan heb ik keer 0, 5, 1, 2. Even checken, onderste rij. Dus dan moet ik zeg maar deze determinant bepalen. Dus wat je eigenlijk doet, je neemt de getalletjes 1 en dan min 3, 1. En die vermenigvuldig je met de determinanten van precies, de rij waar die niet in staat. Nou, gaan we dat eens uitwerken. Dus ik krijg eigenlijk is 1 keer, nou kruislinks vermenigvuldigen, 1 keer 1 is 1 min 2. Min 3 keer 0 keer 1 is 0. Min 1 keer 5 is 5. Plus 1 keer 0 keer 2 is 0. En 1 keer 5 is min 5. Dan gaan we. Is min 1. Min 3 keer min 5 is plus 15. En 1 keer min 5 is min 5. Dan gaan we. Is 15 min 6 is 9. Dus de determinant van deze matrix is eigenlijk 9. Dan kunnen we dat ook nog anders doen. Stel nou dat ik mijn rekenmachine er even bij pak. Gaan we even doen. Jeetje. Dit is wel weer iets bijzonders. Hoe we dit nou weer oplossen. Oké. Okay. Excuus. We gaan even naar de rekenmachine. Doe maar jongen. Ik kan hier invoeren, de rekenmachine, de matrix die hier staat. Gaat als volgt. Zet de rekenmachine aan. Dat mag wel weg. En ik ga naar het menu. Second. Oh nee, matrix staat hier zelf. Matrix, deze. Matrix. Ga ik naar edit. En dan moet ik aangeven hoe groot die matrix is. Nou, die is 3 bij 3. Dan ga ik die getalletjes invullen. Nou, ik heb een 1. Lukt niet zo lekker zo. Een 1. Ik heb een 0. Die staat er al. Enter. En ik heb een 5. Klopt hè? Gaan we naar de volgende. Een 3. Hier gaat iets niet goed. Ik heb een 3. Ik heb een 1. En ik heb een 2. En de onderste is 1. 1. 1. Nou controleer ik hem even. Als ik hem van links naar rechts invul, dan check ik even van boven naar beneden. 1, 3, 1. Klopt. 0, 1, 1. En ik heb hier 5, 2, 1. Dus ik voer gewoon die matrix in zonder dat plus-min schema. He, want die hoort er nu even niet bij. Gewoon zeg maar puur de matrix. Is dat klaar? En dan kunnen we zeg maar bij matrix kun je ook nog bij mat kun je allemaal dingen breken. Daar staat hij al. Determinant. Det. En dan ga ik naar matrix. En dan zeg ik welke wil ik hebben. A. Haakje sluiten.
En dan zegt hij 9. Ziet u dat? Dat is makkelijk. Dus je kunt met die rekenmachine heel eenvoudig de determinant van die matrix bepalen. En dan klopt inderdaad dat die 9 is.